broekzak voor op de kamer. Thank you.
Dat laatste nieuws, mama, ook dat je dan nog een kiep doet. En dat je hem nog hebt. Hoor maar. Van gewone, nuchtere en soms bange mensen.
kunnen verzetten als de geuzen lang geleden tegen de Spaanse bezetter? We gaan luisteren naar een van de bekendste Nederlandse keer dat Jan thuis kwam en weer vertrok, keek hij nog een keer nadrukkelijk achterom. De familie kreeg een heel raar gevoel. Wij zien Jan niet meer terug. Plotseling overleden. Gisteren, op 4 mei, zou hij 90 jaar geworden zijn. Dus het is wel heel persoonlijk dit jaar. Hij was altijd zeer geïnteresseerd in het verleden, de historie en de oorlog. Winters. Dat moet best koud geweest zijn af en toe. En per... Joden die moesten lopen, terug naar hun kamp. Ja, en de vlek daar boven in de straat. En dan zouden we meer zijn, maar mijn vader heeft toen met die wijn, met stienden. We waren allemaal met die jonge sterren. Ik niet voelbaar hoe we het doen. Als kind zeg ik dat weinig. Er zat een Joden. Dat hij stierf, dacht dat ik voor het eerst vader mocht worden.
Mijn naam is Hans Mindels, ik ben 75. Vandaag is taak met mijn jongste dochter, Sharon, voor u op dit podium. Graag willen wij u samen vertellen over het leven van Manuel. We volgden vanmiddag de voetstappen van Manuel. En dat is emotioneel. Laten we vooral blijven vertellen over toen. En blijven de namen noemen van hen die er nu niet meer zijn. Manuel Roos. Ze hebben de vetgemeste Nederlandse Joodse mannen uit de trein gehaald. De vader, de grootvader van Michael Frank heeft het overleefd. En nog enkele andere uitzonderingen van die 12.500 mannen hebben naar alle waarschijnlijkheid zo'n 150 over. Dat wij hier staan. Niet om te vergeten, maar juist om te herinneren. Sommigen zijn door een ongelukkige samenloop van omstandigheden omgekomen. Anderen omdat zij niet wilden buigen voor de bezetter. Mijn grootvader, Hendrik Waanders, trotse familieman en ondernemer, wilde zijn hoofd niet buigen. Dat hij het zou overleven en weer terug zou keren naar zijn geliefde familie en zijn hotel. Helaas is het zakhorloge het enige wat is teruggekomen. Het leven op de boerderij gewoon door. En zo ging mijn overgrootvader Klaas samen met zijn zoontje Roelof van 5 jaar op 11 oktober 1944 naar het land om daar te gaan werken. Ik heb daardoor een ontzettende hekel gekregen aan de Duitsers. Je gunde de Duitsers niks. Is dat zij de rest van haar leven nooit een negatief woord over de Duitsers heeft gesproken. Moeders warme hand, als een schaap tussen de wolven. Naar Stemming.
vanavond Vanessa, de kleindochter van Raoul. Qui a servi pendant la guerre, pendant cette guerre. We hebben hier een originele parachute bij ons die gediend heeft in de oorlog.
herdacht en de vrijheid gevierd. Maar het was ook een avond van hoop en een avond van verbinding. En die verbinding, die hebben we te danken vanavond hier aan alle mensen die dit met elkaar hebben mogelijk gemaakt en eraan mee hebben gewerkt. En ik zie tot ver bij de totaal allemaal mensen staan. En ik wil u toch oproepen, alle mensen hier, één groot applaus voor alle mensen die dit hebben mogelijk gemaakt. Applaus. Als voorzitter van de stichting 75 jaar bevrijding Staphorst, Rauveen en omgeving. En ik sta hier met een gevoel van grote trots en enorm veel dankbaarheid. Wij kijken terug op een uniek evenement. Dit met dank aan tomeloze inzet van de werkgroep. En graag wil ik Geert-Jan, Harry, Jacqueline, Jeanette, Clariska, Ronald en Teun heel, heel hartelijk bedanken. Applaus.